Afgelopen woensdag was er een extra raadsvergadering in verband met het opzeggen van de coalitiesamenwerking door de Arnhemse fracties van GroenLinks en PvdA met VVD en D66. De VVD en GroenLinks hebben met instemming van de raad als verkennis de Gelderse gedeputeerde Jan Marking van de VVD en de Amsterdamse GroenLinks-wethouder van Sociale Zaken Rutger Groot-Wassink aangetrokken om tot een oplossing te komen van de Arnhemse coalitiecrisis. Waarom namen GroenLinks en de PvdA afgelopen vrijdag de beslissing om het vertrouwen in de coalitiesamenwerking met de VVD en D66 op te zeggen? We hebben die beslissing moeten nemen als GroenLinks en Partij van de Arbeid. Als het gaat over hoe ga je om met het tekort in de zorg en de kaders van het coalitieakkoord. En ook gezien de samenwerking. U zegt die samenwerking. Kunnen we nog even kort duiden wat daaraan schortte? Als coalitie probeer je samen oplossingen te vinden voor opgaven die de stad heeft. We hebben daar ook een coalitieakkoord voor gesloten. We merkten dat het die kaders knelde. En wij zeiden van daar moet je met elkaar over hebben. En dat lukte helaas niet op inhoud niet, maar ook niet op samenwerking. En we hebben de keuze niet voor niks gemaakt. Er zijn niet één dag ijs overheen gegaan. Daar hebben we heel lang over nagedacht. En dan is het heel gek als je een paar dagen later gaat zeggen, nou het was toch allemaal, het viel allemaal mee. Er is een voorstel uit het college gekomen dat niet aan onze eigen financiële spelregels voldoet. Dit zijn de spelregels die wij als raad met elkaar in september afgesproken hebben. En om financiële tegenvallers op te vangen heeft de gemeente Arnhem gewoon echt een buffer nodig. D66 koos het afgelopen jaar nadrukkelijker dan voorheen de stijl van het dualisme. Misschien had onze toon iets milder kunnen zijn. Maar wij zijn van mening dat alle besluiten hier plaats horen te vinden. Ja, ik hoorde wel ook het betoog van mevrouw Anderweg vanavond. Ze zei van nou, ik ben wel bereid om te praten over die samenwerking. En ik wil er ook wel dingen in aanpassen als dat wenselijk is. Dat was voor u niet voldoende om te zeggen, nou dan gaan we toch nog eens een keer om tafel? We hebben enorme opgaven als het gaat over de tekorten in de zorg. En we hebben daar heel lang over gepraat met elkaar. Dat is niet in één week gebeurd, maar daar hebben we maanden over gedaan. En daar zijn we niet uitgekomen. VVD heeft Jan Marking naar voren geschoven en u mag ook met iemand komen. Ja, dat gaan we ook doen. Dat zullen we snel bekendmaken wie dat is. En dan gaan we vooruit en dan gaan we in het belang van de stad kijken welke coalitie past daar het beste bij. Als je wegloopt, dan moet je niet zeg maar, weer degene zijn die alleen zeg maar, aan tafel zit om de boel weer te herstellen. Dan zijn, vind ik andere aanzet. Ja, u komt met de naam van Jan Marking, natuurlijk een bekende gedeputeerde hier ook in Gelderland. Hoe bent u zo bij hem terechtgekomen? Nou, Jan Marking is natuurlijk bekend. Die heeft ook heel veel coalities gesmeed bij de provincie. Hij weet hoe belangrijk Arnhem is. Een stabiel college in Arnhem voor de provincie en in de provincie. Dus hij was heel snel bereid om het te doen. Nadat hij natuurlijk wel had afgestemd met zijn college van gedeputeerden bij de provincie. Die vonden het akkoord. Jan Marking wilde wel heel graag dat samen met iemand van GroenLinks doen. Om dan meer draagvlak te krijgen voor het rondje wat hij dan maakt. Ja. Mij was er veel aan gelegen om te lijmen. Nou, dat heeft GroenLinks en de PvdA hebben dat eigenlijk afgewezen. En de tweede optie was om zo snel mogelijk dan met een hele goede constructie te kijken om zo snel mogelijk wel weer een stabiele coalitie te krijgen. Daar hebben we voor voorgesteld om dat de heer Marking van de provincie te laten doen namens de VVD en dan ook iemand van GroenLinks. Heeft uiteindelijk gelukkig een meerderheid gekregen. Ja, en wat gaan die nu doen met z'n tweeën? Die gaan nu een rondje maken langs alle fracties om op te halen, een soort van informatiefase. Wat zijn nou de goede opties om nu snel door te kunnen pakken? Alle opties liggen misschien open. Wat zou logisch zijn? Alle partijen, alle fracties in de raad kunnen nu melden wat ze willen melden. En dat kan gaan over dat ze toch willen lijmen, dat ze een minderheidscoalitie, dat ze een meerderheidscoalitie, dat ze per se de VVD wel of de VVD niet. Ik denk wel dat het goed is om al snel te starten. Maar dan, ja, de vakantie is wel heel ingewikkeld natuurlijk, want heel veel mensen hebben al geboekt of zijn weg. En heel veel mensen willen misschien wel voor terugblijven of thuiskomen. Dus daar moeten we gewoon even afstemmen. Maar dan moeten we vooral ook dan, nu hebben we dadelijk de verkenners de lead.